Yo, ik ben Enes, ik ben Enes en welkom bij een nieuwe Black Ops 3 video op mijn kanaal. En vandaag gaan wij op de Black Market wat supply drops openen. Momenteel heb ik meer dan 100 crypto keys, in totaal dus 114. Dus wij kunnen daar 11 common supply drops mee openen of een paar rare. Ik had jullie gevraagd via Twitter een tijdje geleden wat jullie het beste vonden. Iedereen zei common supply drops. Dus wij gaan nou wat common supply drops openen. En ik ben benieuwd, ik heb dus redelijk lang opgespaard, gewoon tot dit moment. Ik wou er minstens 100 hebben, we hebben er 114, dus zijn jullie er klaar voor? Dan denk ik wel, let's go! Oké, de eerste, wat krijgen wij? Ik ben serieus benieuwd. Common, dit is sowieso common. Ah, for fuck's sake. Oké, twee stickers, decal stickers en een Inferno VMP camo. Ik zal die waarschijnlijk nooit gebruiken. Ik heb de VMP, heb ik goud, dus ik zal waarschijnlijk geen Inferno nemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die eruit ziet. Zullen we heel even gaan kijken. Ik wil gewoon even één klas pakken waarop wij al die camo's gaan bekijken. Oh, die staat natuurlijk bij Black Market. Average. Hij is niet lelijk, maar ook niet echt mooi. Oké, we hebben er nog meer als genoeg over. Dat is zo leuk als je allemaal opspaart en je kunt ze allemaal op één keer opmaken. Nou, wat is de volgende? Oké, we hebben Rare, Common en waarschijnlijk Win Common. Een knife, een common knife. Dat is wel random. En de Firebreak Gesture, dat is zeg maar een soort beweging die je doet als je aan het einde van de match gewonnen hebt. Dan zie je dus de drie poppetjes staan als je in de top 3 zit. En dat is zo'n Gesture. Firebreak. Ik gebruik die nooit. Dat is. Is dat niet die gozer met die flamethrower? Ik heb geen idee. Heet die Firebreak of is dat gewoon heel. Ja, dat is Firebreak van hem. Ik ga die nog gebruiken. Ik heb hem alleen nog niet eerder gebruikt. Misschien, weet je wat? We gaan hem gewoon eens unlocken. Misschien is dat een goed idee. Dus daar hebben we nou een gesture voor. En dat is, kan ik te zien, preview. Oh shit! Dit ding ga ik binnenkort gebruiken. Ik heb gehoord dat die flamethrower enorm vet is. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Volgende common supply drop. En ik heb laatst eigenlijk alleen maar rare gedaan. Ik heb twee rares geopend. En ik kreeg er op zich wel redelijke dingen uit. Yo, Legendary Manowar Fastmax. Dat vind ik zo random, man. Ik kan het niet laten zien, want ik heb nog geen Fastmax op de Manowar. Maar dat is dus een andere variant. Een Legendary variant van Fastmax. Ik vind het raar dat dat ook gewoon speciale varianten kan hebben. Gewoon een attachment, dat is raar, man. Maar, Timber is niks. Dat is gewoon een shitty camo. Daar worden we niet warm van. Op naar de volgende. Trade in. Wat krijgen we nou? Timber, waarom niet? Nog meer timbers. En nu, Hallucination ziet er op zich wel mooi uit. Is niet, best grappig. De M8A7 locked. Ik heb hem unlocked, dus dat klopt niet. Die gaan we zo meteen even bekijken. Die MR6. Ik heb daar wel een vettere variant van. Ik zal die even laten zien. En dat is hier. Deze camera hebben niet zoveel vetter. Dat is volgens mij een rare. En nou hebben we deze, dat is gewoon shit. We houden het op deze. En er stond net... welke stond erbij? Welk wapen was dat? Die lock deze. We hadden nog een camera voor. Dat is deze. Shit. Dat is fucking lelijk. Dat is fucking lelijk. Oké, volgende. Weer een comment. Ik doe gewoon alleen maar comment supply drops dit keer. Is het leuk zo? Dan heb je meer om te kijken. Dan vind ik zelf wat spannender. Weer Hallucination op de Dingo. Een paint shop. Wat? Oh, dat is gewoon material. En weer een nieuwe. Contrast. Oké, die ziet er best vet uit. Dat geef ik toe. Die ziet er best vet uit. Misschien dat ik die wel zal equippen. Even kijken. Ik wil wel gewoon zien waar we het over hebben. Hey. Deze ziet er inderdaad best vet uit. Dat moet ik toegeven. Die is best mooi. Oké. Volgende supply drop. Wat zit hierin? We gaan er redelijk snel doorheen. Ik kan er niks aan doen. En misschien kun je trouwens horen. Ik heb enorm last van mijn keel. Dus je hoort soms een beetje van die verspringen in mijn stem. Dat klinkt echt. Oh, dat klinkt heel erg. Maar in ieder geval de Reaper Gesture. Ik heb de Reaper nog nooit eerder gebruikt. Geloof het of niet. Ik heb eigenlijk nog geen één specialist gebruikt. Behalve de Outrider. Ik zweer het, er nog nooit iets anders. En dat was de Reaper, hè. Die gaan we ook unlocken. Ik wil die gesture zien. En dat was deze. Praise me. Come on, hè. Kom maar. Ah, die is best vet. Ik heb alleen een hekel aan die kop van hem. Dus fuck hem. Oké, op naar de volgende. Volgende supply drop. Wat zullen we kijken? Het wordt tijd tot wij epic krijgen. We hebben nog niet eerder epic gehad. De eerste keer dat ik een supply drop opende, had ik een epic. Hallucination, die hebben we al gezien. En de verde. Daar ga ik niet eens moeite voor doen om daar naar te kijken. Nee. We gaan er gelijk doorheen. Op naar de volgende. Wat zit in de volgende?
Fields. Het is zo teleurstellend als je decals krijgt. Het is zo teleurstellend. Dit. Ik heb de sniper nog niet. Ik kan hem misschien eens unlocken. Level 52. Huh? Oké. Next. Oké. Hoppakee. Ik weet niet hoeveel. Je hoort het weer. Ik weet niet hoeveel van die dingen wij nog over hebben. Maar. Yes! Legendary! Holy shit, Locus! Die ziet er wel sick uit. Die ziet er fucking sick uit. En we hebben een Ruin Boost Gesture. Ik ga even kijken. Maar hier ben ik. Ik ben benieuwd naar die. Ik ben benieuwd naar die ene. Sniper! Ik heb die sniper nog niet unlocked. Sniper! Dat was de Locus. Unlock. Oh. Camo! Camo! Oké, die ziet er serieus best wel ziek uit. Iets minder episch als ik had gehoopt, maar hij is wel vet. Hij is vet. Dat geef ik toe. Ik heb zelf nog andere camo's. Hij is wel vet. Mooi. We hadden nog een andere gesture gekregen volgens mij. Dat was van... Van welke was dat? Geen idee eigenlijk. Ik heb echt geen idee. Was dat... niet van Ruin. Ik heb geen idee van... Wacht, dat kunnen wij zien. Er staat dus een icoontje bij. Seraph? Nee toch? Oké, we zullen deze gewoon even unlocken. Ik heb daar wel iets voor. Oh, dat is dit. Oké. Waar was die van? Van hem was dat. Dan gaan we deze unlocken. Kijken wat zijn gesture was. En dat was deze. Cash money. Cash money bitches. Die is fucking vet. Die is fucking vet. Kijk. Die is wel epic. Oké, volgens mij hebben we nog twee van die dingen over. We kunnen er nog twee openen. Ik zag al dat deze rood was, dus toen wist ik al hoe laat het was. Nog twee. Laten we alsjeblieft hopen dat we dit kunnen afsluiten met een epische finale. Alsjeblieft, geef mij wat. Geef mij überhaupt iets. Serieus? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Loopt het spel nou vast? Net op het moment dat ik... No! Ik ben een crate aan het openen. For real? That's fucking bullshit. Dat is fucking bullshit. Het zal dus ook niet zo zijn, hè? Het was te verwachten. Het was te verwachten. Ik hoefde nog maar twee dingen te openen en dan mocht dit gebeuren. Nee. Precies bij mijn ene laatste. You've been disconnected from the Call of Duty Black Ops 3 service. Fijn. We zijn momenteel een half uur verder. Ik kan weer online. En ik ben heel erg benieuwd wat er nou is gebeurd met mijn crypto key dingetjes. Dus wat denken jullie? Ik weet zeker dat ik er eentje kwijt ben. Of 10 kwijt ben. Ik weet het vrij zeker. Ik ben ze niet kwijt. Die had ik serieus niet verwacht. Dit is nog een beetje een troost. Oké. We gaan verder waar we geëindigd zijn. We doen net alsof het niet gebeurd is. En we krijgen Common. Zeg alsjeblieft dat we nog iets speciaals krijgen. Als de Grande Finale. Oké, dit is het, jongens. Dit is even het moment. Neem even een paar seconden stilte. 3, 2, 1. Zeg alsjeblieft, ik heb nog geen 1 epic gehad. Ik heb 2 keer van die epic rare. Of epic. We hebben 1 rare ding, dat is de Halcyon. Dat nooit zien. Je ziet een beetje. Inferno. Oké. In ieder geval, in het begin had ik 2 verschillende rare supply drops geopend. En beide keren had ik volgens mij rare en epic. En nu heb ik geen 1 keer epic gehad. Dat vind ik een beetje jammer. Maar we gaan eens even kijken wat de laatste ding was. Dat was. Een shotgun. Shorty. Was dat shotgun? Haymaker. Een lock. Oké. Volgens mij was deze camera best wel teleurstellend. Dit is dus weer even 3 keer niks. Beetje jammer. Dit is al die zooi die niemand wil hebben. Die field krijg je ook 100.000 keer. Die hele sedation echt 8.000 keer. En deze is op zich nog wel cool. Maar ik gebruik de shotgun gelijk nooit. Misschien binnenkort als ik klaar ben met de subbies. Want momenteel ben ik... Even kijken. Deze heb ik goud. Deze. En deze. Ik ben bezig nou met de Pharaoh. En dan de Razorback. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze Supply Drop opening video. Het is misschien niet superveel, maar je moet er best wel veel moeite doen voor die crypto keys. En je kunt ze niet kopen, nog niet. Zal misschien binnenkort wel zijn. Ik denk niet dat ik zo'n persoon ben die ze zal kopen. Misschien als jullie heel graag video's willen zien, dan zou ik dat wel doen. Maar anders doe ik dat niet. Het viel een klein beetje tegen. Een klein beetje teleurstellend. Ik heb eigenlijk geen 1 camo gehad waar ik echt heel blij van ben. Behalve die ene sniper camo. Even kijken, die heb ik hier nou niet tussen staan natuurlijk. Snipers, Locus. En dat was... dit is de enige camera waar ik een beetje blij mee ben. Hij is op zich vet. Maar in ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, laat alsjeblieft een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe.